J-Funk Special wordt mede mogelijk gemaakt door Zaak Media, Plus Vreeswijk, Waterlandsveelde Natuurvlees en Fred Kooi Auto's. Goedendag dames en heren, welkom bij deze speciale J-Funk Special in augustus 2022. Vorig jaar zag u ons in de buurtbus in J-Funk en nu zijn we in Beets, alwaar we twee mensen gaan interviewen bij hun thuis en in de tuin. Het wordt een heel leuke middag. Wij staan hier nu op de Hondenbrug in Beets. En ik wil u toch nog even iets bijzonders vertellen voordat we naar de twee mensen op bezoek gaan. Tot nu toe hebben wij elke uitzending gemaakt onder leiding van onze Nestor Wim Doets. Hij is onze regisseur, onze cameraman en hij stuurt iedereen aan. Maar deze maand is hij niet aanwezig, want hij is aan het werk. Jawel, dat moet ook gebeuren. Een hardwerkende kok. Overal in de landen in Noord-Holland. Wij gaan nu Hans Visser, die de camera heeft, het geluid en de regie, en ik, Dick Knip, presentator, wij gaan nu naar de twee mensen in Beets, waarvan u de namen straks zult horen. Alles in beeld. Wij gaan aanbellen bij Han en Ellen Oldigs. Ik hoor de plingplong. Wij zijn benieuwd wie er de... Kijk! Hallo, Han Oldigs. Goedemiddag, welkom. Oh, en dan hebben we Ellen. Nou, wees welkom, kom lekker binnen. Wij komen binnen. Wees binnen. Oh, ik moet voor. Na veel omzwervingen zijn we dan aangekomen bij het huis van Ellen Pieters en Han Oldigs. Dank jullie wel dat wij hier mogen zitten. We zitten hier op het terras, dus we zitten alleen buiten. Het is prachtig weer, het is zomer, augustus. Ik heb hier wat vragen opgesteld. Han, wie is Ellen Pieters? Wie is Ellen Pieters? Dat is mijn vrouw. Al een jaar of 22. En ik heb haar ontmoet. We zitten in hetzelfde vak, we zijn alle twee acteurs. Ja. En we hebben elkaar 22 jaar geleden ontmoet op het toneel. Ja, op het toneel. In dezelfde ja. productie. En wie is zij? Oh, ik had haar eigenlijk al veel eerder gezien. Hè? Toen zat ik in een heel ander ding. Toen zat ik in een groepje, dat heette de Shooting Party, met Theo Nijland en Koen van Vrijburg. Ja. En daar deden we optredens. En dan zag ik een vrouw, die deed het... Spijkerlied, hè? Spijkerlied, ja. Die kwam bij Spijkers met Koppen. Daar kwam hij op optreden, hè? Die kwam als gast daar. Ja, gingen wij liedjes doen. En zij deed het Spijkerlied. En toen kwam ze op en dacht, wauw, wie is die vrouw? Ja. Nou, dat vroeg ik dus de vraag die je mij stelt. Ja. Dat had ik toen al. Wie is Ellen Pieters? Dit is de vraag. En Ellen, wie is Han? Han Oldigs. Het is een hele rare kwiebus. Maar, maar wel later... heel leuk. Daar kwam je later pas achter? Daar kwam ik later pas achter. Nee. Ja, ze had het al in de gaten. Ja, ik had het natuurlijk al in de gaten. Ja. Nee. Nee, Han is ik denk een van de aardigste, zachtaardigste, lieve mensen die ik ken. En... ik vind hem een heel goed acteur, maar dat is, ik ben een beetje bevoordeeld natuurlijk, maar ik vind hem wel een hele goede acteur. En hij is een vader en voor mij is hij altijd heel lief, dus dat is Han Oldigs. Oh, wauw, dat is veel uitgebreider dan ik heb gedaan. Nee, dat maakt niet uit. Het is heel anders. Maar hoe komen jullie in Beets verzeild? Ja, zal ik dat eens vertellen? Ja. We waren dus samen en we wilden samen een huis kopen. Nou, dat was bijna niet te doen in Amsterdam. Dat toen was al niet? Toen al niet. Achteraf gezien makkelijker dan nu, maar toen wisten we dat niet. Maar heel vroeger kwam ik al in Beets. Oh. En dat was omdat ik zangles had van Ellie Krijnen. Ja. Ellie Krijnen Pabon, officieel. En die woonde in Beets. En ik kreeg van mijn makelaar allemaal, iedere keer, was nog op de fax, kreeg ik allemaal huizen toegezonden. En ik zie daar een huis in Beets staan. Ik denk, Beets, dat ken ik nog, wat was het ook alweer? En ik had een heel leuk gevoel meteen bij die naam. Ik dacht, de Beets. Ik zag meteen, de Beets, dat kwam helemaal terug meteen. En ik zag alle dingen van het huis, best groot, leuke tuin. En toen zag ik zo'n beetje van, waar zal dat liggen? En toen zijn we samen gaan kijken en ik kwam hier de straat binnengereden en ik wist meteen,
Dit is de straat waar ik ooit zangles had. Ja. En hier heb ik zulke leuke herinneringen aan. Het was meteen, ik voelde me meteen thuis. Had jij dat ook al? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè? Ik kende het helemaal. Ik had er nog nooit van gehoord. Nee, ik zelfs. Beets. En we liepen die straat in en dachten van, god, het is ook wel vertrouwd, hè? Jaren 70. Ja. Ben ik natuurlijk een beetje zo opgegroeid, 60, 70 opgegroeid. Ja. En toen liepen we hier en we zagen dit huis, het stond te koop. En toen dachten we, oh, dan gaan we even stiekem even kijken, zo in het steegje hiernaast. Ja. En toen keken we zo stiekem door die schutting en er ging ineens de poort open. Ik had helemaal niet gezien dat er een poort in zat. Dus gewoon voelde ons heel erg betrapt. En toen zei die vrouw die hier woonde, die zei van, kom maar even kijken. Ja, en toen hier, heel aardig. Die tuin, ik bedoel, het was niet zo mooi als dit, vind ik zo. Maar het was wel groot. Het was gewoon met heel veel stenen en dingen. Met tegels en dingen en zo, maar wel groot. Ja. Veel groter dan dat wij ooit zouden. Het mooiste van alles was het uitzicht. Want wij kwamen binnen en je ging naar achter in die tuin. Misschien dat je dat straks ook nog wel even wilt zien. Ja. Dan kijk je gewoon uit op het weiland. En er is niets, er is geen rare. Er zijn geen dingen die het uitzicht vervuilen, laat ik het zo zeggen. Het is helemaal. Kilometers weg. Kilometers zoals het vroeger was. Kijk van de Benkendijk, hè? Ja. Echt zo super mooi. Ja. Dus we waren verliefd meteen. Ja, dat snap ik. En we liepen verder. En toen kwamen we nog een buurman tegen, Wim Groot. Die woont hier ook nog steeds. Wim nog wel. Wim Groot. Hij is genoemd. Hij is genoemd. En die zei ook, jullie moeten hier komen wonen. Nou ja, kortom, het was meteen raak. We waren meteen verliefd. Ja, en het huis. We dachten ook, wat een groot huis. Want het was ons eerste huis. We hadden allebei nog nooit een huis gekocht. Nee. Dus dat was ook dat is het leuke van als je op latere leeftijd. Maar als jullie nu makelaar zijn, hoe zou je dan Beets aan mij verkopen? Want het lijkt mij toch een beetje achtergebleven gehucht, of niet? Mooiste dorp van Noord-Holland. Mooiste dorp van Noord-Holland. Ja, het is gewoon heel rustig. Het heeft maar 550 inwoners. Ja. Het mooiste en rustigste dorp van Noord-Holland. Nou, er zijn inmiddels toch ook best wel weer wat kinderen bijgekomen. Ja, of zo, hè, want er is een schooltje ook in Beets. Ja. En er is ook verenigingsleven. En ja, eigenlijk is het dorp zo leuk, omdat het is klein, dus je kent iedereen. Ja. He, dus als er wat gebeurt met iemand, ja, die kent wel weer die. Of, dat vind ik heel erg leuk. En jij komt oorspronkelijk uit? Ik kom oorspronkelijk uit Purmerend, maar mijn ouders waren echt Amsterdammers. Ja. Die komt van die generatie die uit Amsterdam naar eerst naar Landsmeer en daarna naar Purmerend verhuisd om wat meer tuin te hebben, dat soort dingen. Ja. En ik kom bijvoorbeeld uit Amsterdam, dus mijn vader was een Amsterdammer. En mijn moeder kwam van Gelderse boeren. Ja. Dus mijn opa was een boer. Ja, ja. En die verhuisde in de jaren 30 naar Eemnes, dus in het Gooi. Ja. Dus ik ben ook opgegroeid, half in de stad en half, en half op de boerderij. Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is heel leuk. Maar Ellen, jij bent. Je zit in de showbusiness, zullen we zeggen. Ja. Hoe ben je daar zo verzeild geraakt? Nou. Eigenlijk is het iets wat ik altijd heb willen doen en wat me altijd leuk leek. En mijn moeder speelde piano en mijn zus die zong en mijn vader speelde accordeon. En mijn moeder hield heel erg veel van kleinkunst, van Wim Sonneveld. En dus we keken ook altijd naar, we hadden platen van Wim Sonneveld. Heel, heel erg leuk en van Nederlands Hoop. En, dus ik ben daar wel een beetje mee groot gegroeid eigenlijk. Ja. Dus je wilde eigenlijk meteen naar de academie? Nou ja, ik heb eerst nog eventjes rondgeneusd. Ik dacht, wat moet ik nou toch allemaal doen? Hoe moet ik dat vak? Want ik wist niet eens dat er zoiets als een kleinkunst bestond. Dus, en toen ik daarachter kwam, dacht ik, ja, dit is leuk. Ja. Ik mag gewoon zingen en leuk toneel spelen. Ja, en dan wordt het nog je vak ook. Nou, wat is leuker dan dat? Ja. Ik vond het geweldig. Ja. Ja. En welke rollen zijn je bijgebleven? Want hoe lang doe je dit? We kennen elkaar 22 jaar, maar je doet het al langer. Ja. Epi repi hoor, echt verschrikkelijk. Hoe lang zit jij in het vak? Ja, hoe lang zit je in het vak? Jeetje, nou vanaf mijn 25ste, hè? 25, 35, 45, 55. 33 jaar. 33 jaar, jee. En wat was je eerste rol? Weet je dat nog?
Ja, nee, dat weet ik niet. Dat kan ik niet zo zeggen, want je glijdt er een beetje in. Op de kleinkunst krijg je rolletjes en doe je eens een rolletje. En... Dus dat kan ik niet zo zeggen. Maar mijn eerste musical rol was Lena van Het Schaap met de Vijf Poten. Oh ja. Ik denk dat dat wel een van mijn eerste rolletjes was. Oh nee, die heb ik natuurlijk. Ja, die heb ik gezien, toch? Oh nee, dat was Edwin Drood. Nou, Edwin Drood. Ik weet het gewoon niet. Ja. Dus we hebben zoveel gedaan, we weten echt niet eens meer hoe. Ja, ik heb jullie gegoogeld natuurlijk. Ja. Drie bladzijden vol. Drie bladzijden vol. Ja, we hebben heel veel gedaan. Want, hoe ben jij in de business terechtgekomen? Ja, dat is dus 41 jaar geleden. Maar eigenlijk van... op school deden we... Ik zat op de middelbare school in Amstelveen. En dan... Daar, zoals op veel middelbare scholen, werd daar heel veel aan cultuur gedaan. Ja. En ik zat in een bandje en het was in het eind jaren 70 kwam, bestond er een groep en die heette Hauser Alcater. Ja. En dat vonden wij geweldig. Dat gingen we met school, gingen we naar die voorstellingen in het cultureel centrum in Amstelveen. En dan zagen we zien de mannen vallen. Nou, wij vielen achterover. Dat was een beetje experimenteel dan? Ja, het was een beetje, was eigenlijk muziektheater. En daar had ik ook een LP van. Ja. Zie je de mannen vallen? Witte zij dan niet? Ja hoor. Ja. Ja, weet ik tekst niet meer. Maar we zagen dat en toen dachten we, dit willen we doen. Ja. En dat gingen we doen. En toen kwamen we van school af. En toen gingen we eigenlijk allemaal studeren. Dus ik had hem ook al ingeschreven op de culturele antropologie op de VU. Nooit toegegaan. En toen gingen we met allemaal jongens ook. Hè? Dus, en ik was een van de oudste. Ik was toen, ik was 21 toen van de middelbare school van. Wat al best oud is. Ja. En toen gingen we dat doen. En schrijven en liedjes maken. En ja. Je eigen groep? Decors ontwerpen, onze eigen groep. Hoe heette die groep dan? Al de Dynastie van Oer. Ja, dat is voor de shooting. Ja, voor de shooting. Ja, dus dat was in 1981. En dat was toneel en zang? Ja. En deden we alles zelf. En laatst hebben we nog een heel oud bandje gevonden ervan. Weet je wel, wat Willem heeft had gevonden. Dan zie je echt zo heel, echt zo jaren 70, op begin 80. Ja. Die is al heel leuk, was dat. Heel leuk. En er was een van de jongens die studeerde dus geschiedenis. En die behandelde toen net de tweede dynastie van Oer. En dat schreef toen Anne van Ur. Ja. En dat was het Tweestromenland, hè, van Mesopotamië. En dat vond ik al een mooie naam. Dus noemden we dat de dynastie van Oer. Ja. Daar begon het mee. Ja, en later, Maar daarna ben je in een band gaan spelen. Bandje. Ook, ja. Ook naast het toneelwerk en zo. En toen kwam ik, we zaten natuurlijk een beetje in hetzelfde circuit. Hè. Dus je had ook een groep Hare Majesteit met Robert de Brink en Rosetta Celloni en weet ik, nou, allemaal mensen. En die, we zagen elkaar en toen een van de jongens, Theo Nijland, die zei toen van, god, wil je niet... In een trio komen zingen. Ja. Dus dat, nou, wel leuk. Ja. En toen deed ik dat. Ja. En dat was heel mooi repertoire. Ja, en, heel mooi, ja. Ja. Oh, jij bent meer toneel opgegaan in de film. En Theo Nijland is meer cabaret geworden. Ja, die is toch, ja. Want Theo Nijland heeft hier nog een paar maanden geleden opgetreden. Ja. Die woont hier ook in de... Die woont ook vlakbij, ja. En welke rol heb jij het liefst gespeeld? Ja, weet je, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, omdat ik, zoals je zelf al zegt, ik heb ondertussen zoveel gedaan, ik weet het zelf niet eens meer, echt niet. Dan denk ik, oh god, daar was ik ook nog, soms vergeet ik hele dingen. Ja. Dus, maar wat ik altijd leuke rollen vind, dat is een beetje, dat zijn een beetje de gemene vrouwenrollen, dat vind ik het heerlijkste. Ja. Slechter is altijd het leukste om te spelen. Maar je zat in Jaspers en de Jong en... De Grote Drie zat ik ook. De Grote Drie, dat ging over Adele, Jasperina en... Oh, help me even. Connie Stewart. Ja, Connie Stewart. En daar speelde ik Adele. Ja, en Adele, dat is... Het is wel een beetje op je lijf geschreven, toch? Nou, kijk, ik ben niet iemand die ik ben niet fan of zo van mensen, maar van Adele, dat was de enige waar ik toch wel een beetje fan van was. En ik had ook haar platen.
Dus ik kende dat repertoire ook. Ja. En dat vond ik heerlijk om haar te spelen. Echt heel fijn. Ja, geweldige vrouw natuurlijk ook. En ik heb haar ontmoet en ook gevraagd of het mocht. Het mocht ook. En is ze geweest? Nee, want ze overleed tijdens de repetities. Ja. Maar je had wel vol, maar lovende kritieken. Ja, ik geloof het ook. Ja, dus ja. Dat was fantastisch. Het was geweldig. Het was een geweldig voorstel. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat is echt heel mooi. Dus het was wel een eer om haar te mogen spelen. Ja, dat snap ik wel. Ja. Jij hebt natuurlijk met Theo Nijland en Van Koensbergen. Koen van Vrijberg, de koning. Ja. Ja. En die zat in Vlodder ook? Zat in Vlodder, ja. Daar heb je ook weer gespeeld, zag ik. Ja. Ja. Ja, meerdere keren, ja. Ik weet van God niet meer. Ik weet niet meer wat. Slechte dingen. Ja, al heerlijk. Ja, ook weer. Ja. Maar dat is zo lang geleden. En treden jullie ook samen? Of gaan jullie dat doen? Dat gaan we doen. We hebben sowieso vaak, best wel vaak in samen in toneelstukken gedaan, in producties. Maar nu gaan we wel iets heel leuks doen. Nu gaan we echt alleen met z'n tweeën. Dus tweeën op het toneel. Alleen met z'n tweeën? Ja. Wat gaan jullie? Geen drie, vier mensen, nee, alleen wij. Ja. En we gaan Adam en Eva 2.0 spelen. En dat is een stuk geschreven door Harry van der Heijden. Ja. En geregisseerd door Bruun Kuit. En dat is ook een hele goede vriend van ons. Dat kennen wij ook via het vak. Dat is zo'n heerlijke regisseur om mee te werken. Dat is helemaal top. Ook en dan gaan wij Adam en Eva spelen. Hij speelt Eva. En ik speel Eva en hij speelt Adam. Nou ja, er zit wel een stukje in dit hele stuk, wat ik op een gegeven moment zeg van, zeg maar, waarom heb ik eigenlijk niet een flubbeltje en waarom heb jij alleen maar een flubbeltje? Ik wil misschien ook wel een flubbeltje. Dus het is wel inderdaad 2.0. Er komen allemaal dingen aan bod die nu ook wel spelen. Gender en dingen. Ja. Leuk. En hoe is dat als je thuis komt? Dan ga je elkaar bekritiseren of... Nee hoor. Nee. Is het niet anders dan dat je met een ander speelt? Ja, dat wel een beetje. Ja, dat wel. Je zit natuurlijk... Ja, we hebben het wel eens eerder gehad. We hebben zo'n tijd gehad dat we anderhalf jaar... steeds in dezelfde, met z'n tweeën in dezelfde... in een tv-serie en ook in een toneelstuk. En dat ging anderhalf jaar door. Dus met als gevolg dat we anderhalf jaar... eigenlijk continu 24 uur per dag in elkaars nabijheid. Ja, en dat is eigenlijk nooit een probleem geweest, dat kunnen we heel goed. Nee, weet je wat wel fijn is, als je goed met elkaar bent, dan kan je gewoon zeggen van, nou dat is niet zo leuk dat ene. Kan je dat even, doe ik even zo. Ja. Opbouwende kritiek. Ja. Nou, je hoeft niet zo omzichtig te doen, want dat ik denk van, gaat iemand daar beledigd door zijn of niet? Nee, ik weet gewoon, Han, kan je het er gewoon tegen zeggen, hij tikt dingen tegen mij. Ja. Dus het werkt eigenlijk heel snel. Je werkt heel snel. En meestal zijn we ook op hetzelfde moment dat we denken van, even niet. Ja, nou zijn we even klaar mee. Nou, dan gaan we even het voor onszelf doen. Ja, dan kom je thuis en dan denk je, nu even wat anders. Ja, en wat gaan jullie dan doen dan, wat anders? Nou, lekker eten. Ja. Af en toe een klein drankje. Maar als ik echt het voor mezelf ga doen, ga ik even sporten of zo. Even weg. Of ik ga even lekker naar de dinsdagmarkt, de Purmerend, en dat lekker. Dat is ook zo. Maar toen ik hier door de kamer liep, zag ik nog een piano staan. Speel je piano? Ja, ik speel ook piano. Dus jij was degene die erg veel meer. Niet zo erg heel erg veel meer, maar ik speel wel piano, ja. Leuk. Ja. Maar dat komt ook omdat jij misschien een muzikaal familie bent gekomen. Ja, ja. Je speelde ook met z'n allen thuis? Pieter's Family. Pieter's Family. Partridge Family. Ja. Nee, dus Pieter's Family. Ik kreeg wel les van mijn moeder. Die ging altijd zeggen van nee, ja, dan moest ik zo. En mijn moeder speelde en dan ging ik zingen. Of mijn zus ging zingen. Dat wel, maar echt zo met z'n allen samen. En dan, hè, zoals, hoe heet die ook weer, Boris, die Fransen? Dat hadden wij niet. Wij waren toch wat individualistischer, denk ik. En wat ik maar vraag, jullie beide ouders vonden het meteen goed dat jullie deze duistere wereld in. Oh, nou, mijn ouders die stonden, mijn moeder die maakte niet zoveel uit, maar mijn vader die van... Moet je geen vak leren? Ja, eigenlijk wel. Maar dat was eigenlijk, ze waren ook wel heel snel om. Ja, ja. Want er kwamen ze kijken en dan waren ze apetrots. Ja, leuk. Maar jouw hobby is dus koken en piano spelen? Nou, ik heb heel veel hobby's eigenlijk. Ik hou ook van vogeltjes kijken, dat vind ik heel leuk. Hierachter bijvoorbeeld? Ja. Ja. We zoeken nog een paar nestbeschermers. Ja, nou ja.
Wandelen vind ik heerlijk, sporten in de sportschool vind ik heerlijk, piano spelen, lezen, ik lees heel veel. Ik heb een tijdje Japans zwaardvechten gedaan, wil ik wel ooit weer oppikken, maar kom ik gewoon niet toe, omdat het is qua tijden heel moeilijk. Ook, ja. Dus ik heb eigenlijk bizar veel hobby's, als ik het eerlijk zeg. Ja. En jij, Jan? Ik ben 26 jaar al Aikidoka, dus ik beoefen Aikido, krijgskunst, Japanse krijgskunst. En daar stop ik zoveel mogelijk tijd in. Maar wat moet ik me voorstellen dan? Het is verwant aan jiu-jitsu, maar het is ontwikkeld in de jaren 20, 30 van de vorige eeuw door een Japaner. Dus we hebben het ronde bewegingen en het is heel mooi het is vol contact. Er zijn geen wedstrijden in. Want dat was tegen de leer in, zeg maar. Dat betekent ook dat je dan, als je moet winnen, dan moet je ook elkaar echt bij doen. Ja, ja. En dat kan je altijd blijven, daar kan je altijd in blijven leren, dus dat vind ik ook heel leuk. En hoef je alleen of met een groep? Nee, altijd met partners, dus altijd met een vol contact. Dus met klemmen, immobilisatietechnieken en maar je hebt een dojo waar je dat doet, je hebt een hele groep met mensen met wie je dat doet. Ja. De dojo in Amsterdam, hoe heet je ook weer? Aikidojo Amsterdam. Aikidojo Amsterdam, ja. En helaas is onze leraar zojuist overleden. En dat is heel verdrietig, want die was behalve dat hij een heel lief mens was, ook een enorme autoriteit, internationaal, in zwaard. Internationaal, En in Aikido. Ja. En is dat te vervangen, zo'n man? Of, Nee, het is niet zomaar te vervangen, want hij gaf ook echt seminars in Vietnam en waar hij allemaal heen ging. Argentinië, ook door de over Zuid-Afrika. Zo iemand is dan echt wel een Maar goed, die dojo die wordt natuurlijk wel voortgezet. Hè. Dat zijn allemaal leerlingen van hem, dus we kunnen ook lesgeven. Ja, ja. Hebben jullie ook groene vingers? Nou, ik behalve dus Aikido ik ben een paar keer naar Japan geweest en daar dacht ik van, toen wij hier kwamen wonen, ik heb ooit tuinbouwschool gedaan, een paar jaar. Toen ik 15, 16 was. En toen kwam ik. Ik dacht altijd, als ik nou ooit zijn eigen tuin krijg, dan ga ik er iets moois van maken. Ja. En toen kwamen we hier. Toen dacht ik, yes. Ja, misschien was je kans er. Ja. We zien hier een tuin van 22 jaar oud. Ja. Die is, begint een beetje te rijpen en zo. En dat is geïnspireerd op de Japanse theetuin. Ja. En dat is En daar kunnen we straks even dan in over. Ja. En dan willen we het over vertellen. Ja, dat is ook leuk. Ja. Leuk. Even kijken, wat heb ik nog meer vragen? Ik heb nog staan muziekvoorkeuren, maar vind jij niet heel toepasselijk eigenlijk niet meer. Ja, we zijn heel breed, hè? Met heel breed, Jij houdt meer. Jij bent echt wel iemand die houdt erg van blues. Echt van blues en moderne jazz-achtige dingen. Ja, Maar ook Jimmy Callum en hoe heet dat schelen? Nora Jones. Oh, Nora Jones. Hij is een beetje verliefd op Nora Jones. Ja. Wie niet? Madeleine Peru. Ja, maar vrouwen ook, Maar eigenlijk heel breed, want ik hou erg van klassiek. Van klassiek, ja. Bach, maar ook romantische, Ravel. Maar ik denk dat jij ook veel van cabaret houdt. Want dat valt wel mee eigenlijk. Ja? Ik ben niet echt per se een ik hou wel van mooie liedjes, maar niet om zo. Ik vind het in een voorstelling altijd heel fijn. Ja. En, Om het thuis op te zetten. Maar thuis op te zetten. Iets Maarten van Roosendaal heb ik wel eens. Ja. Dat vond ik dan wel heel mooi en bijzonder. Ja. En voor de rest vind ik meer cabaretliedjes vaak leuker in een zaal, omdat je dan ook, dan gaat het zo om de tekst vaak, dat je meer, en qua, om me even te laten meevoeren in muziek, dan zet ik liefst de klassiek op eigenlijk. Ja, toch wel.
Nou, als ik zeg Ellen Pieters, dan zeggen ze mensen, oh, die is van de Kopspijker. Daar ben je het meest bekend. Ja, maar ik zag je van de week op televisie bij in Zet 3. Oh ja, dat zou kunnen. Ja. Vlogmania of zo was dat? Ja, 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 dat is Vlogmania. Dat heb ik ook nog gedaan. Dat is voor kinderen toch? Dat is voor kinderen. Ja, 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 ja. Ja, ja, enig. En die geschiedenis, de IJzeren ja, Tijd? Ja, ja, ja. Welkom bij, hè, die hele serie ja. van... Die worden ook ver op school. Ja, dat kan voorstellen. Want het is natuurlijk heel educatief ook. En heel, ja, zo toegankelijk. Ja. Het is ook voor volwassenen heel... Ja, ik vind het zelf ook heel leuk. Ik leer er ook. Ja, natuurlijk. Echt ja. waar. Ik vind het enig. Ja. Leuk. Dus ja. Nou ja, ik ben trots dat ik deze mensen... Oh, sorry, ik mag niet naar kijken al. Trots dat ik jullie mag interviewen. Leuk. Ja, wij zijn trots hartstikke dat we bij Love TV mogen komen. Ja, superleuk. De mensen in Volendam, ik zou zeggen, ga kijken. Ja, als we komen spelen met Adem en Eva. Iedereen wanneer beginnen jullie met Adem en Eva? Nou, we zijn al begonnen met repetities. En we gaan in september spelen. Half september denk ik zo, hè? Ja. En dan, volgens mij komen we op die Purmerend. Ja, volgens mij ook. Maar niet in Hoorn, helaas. Nee, helaas niet. Daar gaan jullie niet over. Daar gaan wij niet over. Dat vind ik belachelijk. Hoorn, waarom mogen we niet bij jullie spelen? Ja, die hebben ook een kleine zaal. We hebben ook een kleine zaal, ja. Oh, er zit een kleine zaal. Ja, meestal wel. Ja, het is met z'n tweeën zo'n heel intiem. Intieme productie. Heel leuk. Ik ga kaarten bestellen. Leuk. Nou, ik bestel voordat we even de tuin in gaan. Ja. Leuk. Kan dat Ellen en Han. Mm-hmm. Ik vond het heel erg leuk om met jullie gesproken te hebben. Zeer informatief. Jullie gaan samen het toneel op. Als Adem en Eva. Ja. Ik raad alle kijkers aan om te gaan kijken. Ik zelf heb al kaarten. Dus dat komt wel goed. Het was een heel gezellig gesprek. En ik wens jullie nog heel veel mooie rollen. En leuke uitzendingen. Dankjewel. Dankjewel. Wij vonden het ook heel leuk. Dankjewel. Dan gaan we nu nog even de tuin in. En dan gaan we kijken wat je allemaal zo hebt staan hier. Ik dacht, een paar bomen zie ik hier staan. We horen het nog. Blijf kijken. We hadden beloofd dat we even de tuin in gingen. Han, kan jij ons rondleiden? Ja, met genoegen. Het is een beetje met trots. Ja. Han, wat zien we hier? We zien hier een tuin die is gebaseerd op de Japanse theetuin, Chaniwa. Nou, dat probeer ik zo dicht mogelijk te benaderen. Het is me gelukt om heel veel botanisch interessante bomen en planten te verzamelen. En dat is gewoon, dat is een beetje een sport om zoveel mogelijk bijzondere dingen. Die je eigenlijk, kijk, heel veel dingen kun je ook wel bij tuincentra krijgen, zoals zo'n Raviolepis, dat is Japanse esdoorns noem maar op. Dit is dan weer iets heel bijzonders, omdat het een tegenwoordig heet het Magnolia, maar eigenlijk vroeger heette dat Michelia. Dit is een Japanse magnolia? Nou, dit is een beetje een kruising tussen wat ze ook in Japan, Nigeria Figo. En tegenwoordig heet dat dan dus magnolia, omdat het veel meer verwant is met magnolia dan ze dachten. Maar wat wel grappig is, dit dennetje, nog grappiger is, die heb ik zelf meegenomen uit Japan. En hier zie je bijvoorbeeld een bladhoudende eik. Het werk is Filireoides, dat is een Japanse steeneik. Dat is nou zoiets wat je ook niet bij een tuincentrum kan vinden. Dan moet je echt naar gespecialiseerde kwekers toe. En deze blijft het hele jaar groen? Ja, die houdt zijn blad. En in het voorjaar laat hij dan wat van zijn oude blad vallen. Dan horen we op de achtergrond niet alleen satin, maar we horen ook een kabbelend beekje. Ja. Zit daar leven in? Er zit zeker leven in. Er zitten allemaal heel veel salamanders in. Oh. In het vijvertje. En... water is een belangrijk element in de Japanse tuin natuurlijk, want dat vertegenwoordigt het leven. En stenen natuurlijk, rotsen zijn ook, en daar heb ik er best wel veel van rotsen. Er zitten stukken bij van 1000 kilo, die heb ik met een hijskraan over het dak heen, maar ook via het weiland. Maar we kunnen even achter in de tuin gaan lopen. Je zei dat je ook hier vaak zat. Ja, en dan zit ik hier en hierachter is
een klein theehuisje laten maken, ontworpen. Ja. En dat, ja, dat is gewoon heerlijk om hier te zitten. Er is daar ook een waterelementje. En dan zit ik hier net in de halfschaduw, soms in het zonnetje. En dan hoor ik daar dat beekje en daar hoor ik een waterelementje. En ja, dat is gewoon heerlijk. Dan kijk ik hier tegen al die bomen aan. Het is bijvoorbeeld een Japanse haagbeuk. Hè? Ja. We hebben natuurlijk de inheemse haagbeuk. Dit is Capinus betulus. En dit is Capinus japonicus. Ja, 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 ja. En ik kan me voorstellen dat jullie heel vaak daar zitten. Daar zitten we ook regelmatig. Ja. Dat moet ik weer eens. Daar zitten we inderdaad ook heel regelmatig. Daar moet een beetje onderhoud aan gepleegd worden. Ja. Maar daar heb ik natuurlijk niet altijd tijd voor. Nee. Maar. Maar ik begrijp ook dat je nog een stukje gaat annexeren van de buren. Als ik daar een pot geranium zie aan de overkant. Nee, ja, ik heb wel eens geprobeerd om daar een stukje weiland bij te kopen van de gemeente. Maar nee, dat zijn ze niet van plan. En achteraf denk ik, nou is het maar goed ook. Want deze tuin is al veel onderhoud. Ja. Maar ik heb wel aan de boer gevraagd, al heel lang geleden, of ik daar een bruggetje mag maken. Dus ik sta heel vaak op het bruggetje en dan kijk ik zo uit over het weiland. Ja. Ja, hier kunnen we even, als je de camera kan draaien, Hans, dan zie je in de verte achter het maïs zie je het Beemsterdijk. Ja, het uitzicht hier is hier fantastisch. En je komt hier helemaal tot rust naar zo'n drukke baan. Ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ja, ja, ja. Ja, het is hier heerlijk tot rust komen, inderdaad. Wil je nog iets laten zien of zullen we zeggen, nou, we sluiten het af? Bam. Nou, ik vind het prachtig trouwens. Maar ik vind het ook heel mooi. Ja. Het enige wat misschien wel leuk is om te vertellen is dat deze driehoek van deze grote stenen, dat noem je in het Japans dan zo'n zeki. En die grote steen daarachter die vertegenwoordigt de Boeddha. Ja. En die twee grote stenen daarnaast, dat zijn de wachterstenen. Dus dat zijn de wachters voor Boeddha. Ja. En de steen daarvoor is een soort om het ontwerp in balans te houden. Ja, ja, ja. Nou, dat is gewoon, vind ik heel mooi ook. Ik vind het heel interessant en prachtig en ik kan me voorstellen dat je hier helemaal de rust komt. En dat in het plaatsje Beets met zo'n prachtige Japanse tuin. Han, bedankt voor de rondleiding en gefeliciteerd met deze prachtige tuin. Graag gedaan. Dat is een genoeg. Dankjewel. Beste kijkers, om een klein tipje van de sluier op te lichten over de uitzending in september sta ik hier voor de in aanbouw zijnde school van Beets. We gaan het hebben in september over het onderwijs. En wat is er bijzonder in het onderwijs in de Zeevang? Daar hebben ze 5 openbare scholen. Dus geen katholieke of gereformeerde of bijzondere scholen. Alleen 5 openbare scholen. En we gaan er 4 in het zonnetje zetten. Namelijk het kwartet. Zeevang Special werd mede mogelijk gemaakt door Zaak Media, plus Vreeswijk, Waterlandsweelde Natuurvlees en Fredkooi Auto's.